auto's. 12 BN'ers. Yeah. Uh-huh. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Leo, geen probleem. Leo, kijk mij aan. Leo. Guus, Guus, wat doen we, jongen? Guus, ga even naar de kant. Kan je even bij de groep gaan en zeggen dat we straks eraan komen? Oké. Okay. Je bent Rohan ook al. Oké. Okay. Leo, Leo, kijk me aan. En we gaan ontspannen. Maar heel langzaam over de rivier. Leo, eventjes. Hou mijn hand maar vast. Guus, Guus, dat is niks. Dat gaan we straks verzorgen. Maar hou je eventjes rust. Oké. Insured gaat met dit idee terug naar de oorsprong van verzekeren. Achmea is ooit begonnen als een groepje boeren dat samen geld in een pot stopte, zodat ze zich tegen grote risico's konden verzekeren. Risico's die je niet in je eentje kan dragen. De boeren zonder schade kregen weer geld terug uit het overgebleven deel van de pot. Insured wil mensen zo belonen voor goed gedrag. Deze aflevering van Vakwerk NL Duurzame Mobiliteit is een bijzondere, want hij komt vanuit de oerindustrie. En dat voel je ook als je hier staat, in de Rotterdamse haven. Het wereldwijde containertransport neemt alleen maar in omvang toe. Het wordt groter en groter. En de verplichte beveiligingsmaatregelen die daarbij horen, die nemen dus daarmee ook toe. Vandaag kijken we hoe de haven op de beste manier veilig kan blijven. Reinoud haalt alles uit de kast om zijn product zo goed mogelijk uit te leggen. Want als hij straks met een eigen bedrijf de stip wil gaan maken, moeten deze kinderen het apparaat natuurlijk wel gaan kopen. Het feit dat deze kleine keuken op een aantal punten niet door Rob's inspectie komt, geeft aan dat er een structureel probleem is. Hygiëne, het onderhoud van keukengerei en apparatuur. Het is o zo belangrijk. Doe je dit niet grondig, dan loopt het voor je het weet uit de hand. En heb je zomaar ongenodigde gasten. Nou, we gaan natuurlijk niet met lege handen naar Hongarije. Dus de bus zit helemaal vol met allerlei speelgoed, beren. Ik weet het allemaal niet, hoepels. Dus dat nemen we allemaal mee voor de kinderen daar.